Ik vind dat varkens meer moeten leven en vooral voor biggen, want ze worden heel snel bij hun moeder weggehaald en dat vind ik gewoon verschrikkelijk. En ze moeten gewoon langer bij hun moeder blijven. En in boeken dan zie je dat ze bijvoorbeeld in deze, dan zijn ze het geheim van de wind, dan zijn ze al heel gelukkig, gaan ze lekker over bergen en zo. Als je naar dat filmpje kijkt, dan denk je dat dat heel zielig is. En dit is mijn dappere dodo, die weet alles over varkens. Nou, ik ga nog een keer de boer bellen om te zeggen dat ze hun varkens langer moeten houden. Want het wordt gewoon heel veel gebruikt voor vlees. Omdat ik dan aan het filmpje denk en dan denk ik van, dat vind ik heel erg oud. Maar nou, ik heb veel rikke varken wacht, maar we gaan niet alleen voor de varkens, maar koeien, kippen en konijnen. Die worden ook allemaal op een slechte manier mishandeld. Dan wordt er, vooral bij kippen, dan komt er een hele grote machine en die legt er dan allemaal op. Oh ja? En dan gaan ze over een loop in de band. Dan gaan ze dan in zo'n oven en dan. En dan, dan hangen ze daar dood. Nou, omdat mensen gewoon doen van. Mensen vinden het ook niet leuk, maar anders. Ze moeten gewoon geld verdienen. Je ziet dan dat filmpje mensen met hele treurige gezichten wat doen. Maar deze, die weet heel veel over varkens. Wil je ook wat zeggen? Ja, ik vind dat er minder varkensvlees moet gebruikt worden. Sommige bomen worden opgekapt. En dat vinden de varkens ook helemaal niet leuk. En voor huizen, als het aarde gaat weg en dan kunnen ze niet meer met de neus in de aarde. En ze weten dat het helemaal niet leuk is. En nu is de andere bubbel aan. Hier ben ik weer. En hij had helemaal gelijk. Die biggen kunnen helemaal niet opstaan. En toen ik was een brandende rooster. En ze kunnen niet bij hun moeder, alleen maar drinken. En dat is gewoon heel erg. Heel erg.